ga inbreken vandaag bij GBBS, technisch beveiligingsbedrijf, onderdeel van Kroon Wolter en Bros. En dat wordt niet makkelijk. Er lijkt niet heel veel te gebeuren. Gaat niet werken. We komen in ieder geval niet het parkeerterrein op. Hij knippert rood. Nee. En ik heb ook geen QR-code. Hier ben ik sowieso gezien, want daar, als jullie het ook kunnen zien, hangt dus een camera. Dus ik ga een beetje snel zijn. Ik ga nu via de buren. Au. Waarom doe ik dit? Ik zit vast. Yes! Open. Oeh, hij gaat dicht, hij gaat dicht, hij gaat dicht. Okay. Ik ben binnen. In ieder geval tot een bepaalde hoogte. Nou, al wat je eitje nu. Er stond iemand. Zo, Maaike, uitgespeeld? Ik ben via de achteruitingang gekomen. Even een check voor jullie beveiliging. We hebben het gemerkt. Shit. This is where the magic happens. Ja, welkom in onze technische servicecentrale. En hier hebben we je totaal gevolgd waar je allemaal langs geweest bent. En dat snap ik dus niet, hè? Op het einde. Ik heb serieus gekeken waar ik toen verstopt zat. Daar zaten geen camera's. Hoe hebben jullie me daar gevonden? Wij hebben zelfs een levenstekensensor. En die hangen bij ons in de technische ruimtes. Dus we kunnen laten zien zelfs wat je hartslag is. Ja, je was best zenuwachtig. Wauw, wat vet! Ik heb heel veel dingen gezien. Ik heb gezichtsherkenning gezien, nummerbordherkenning, heel veel camera's. En wat maakt jullie nou zo vernieuwend dan? Het vernieuwende wat wij doen, is al die mooie technieken die je net allemaal opnoemt, dat wij die allemaal in één totaaloplossing onderbrengen. En dat we eigenlijk die systemen met elkaar laten samenwerken. En dat die niet tal van systemen moeten kennen, maar dat die alles netjes aangeleverd krijgen op een eenduidige manier. En dat de alarmafhandeling ook eenduidig is volgens afgestemd protocol. Een van onze specialiteiten is het, zoals wij het noemen, technisch profileren. En dat is eigenlijk vreemd gedrag, dat zoeken in panden en dat alarmeren richting de beveiligingsoperator om te kijken van, hey, klopt dit of klopt dit niet? Gastvrijheid en beveiliging, dat klinkt niet echt als iets wat je samenkoppelt. Nee, dat klopt. Dat is dan de kunst. Dat het wel lijkt dat alles gewoon open is. En dat je welkom bent. Dat je je veilig voelt als persoon. Maar in de tussentijd het beveiligingsniveau niet te laag mag zijn. Dat er van alles kan gebeuren. En dat er wildvreemden in je pand lopen. Heel veel sensoren die genereren continu allemaal data. En het is eigenlijk de kunst om van al die data informatie te maken waar je wat mee kan. Bruikbare informatie. En dan dus alleen in situaties dat dat nodig is. Niet dat je... Dat iedereen in zijn privacy het geding is. Nee, de balans tussen privacy is natuurlijk altijd heel belangrijk. En die balans zoeken wij natuurlijk ook in de technische oplossingen. Want we willen natuurlijk niets maken wat niet mag volgens de wet. Nou, mijn inbraakcapriolen zitten er weer op. Ik hoop dat ik met een schone lei weer het zwaar beveiligde GBBS mag verlaten.